in de schemer. Ik slaat niet waar ik aan begon. Ik wist het echt niet. En ik dacht, nou ja, dat is gewoon belachelijk. En toen zag ik die notage. En had hem eindelijk overhaald. Ik dacht, ja, die man is of gek of een genie of zo. Ik weet niet wat dit moet worden, maar is mijn beroep nog wel veilig? Dan moet u zich voorstellen, een eenvoudig klein orgeldraaiertje. Met een eenvoudig orgeltje, die moet er niet zo'n opdracht. Ik dacht dat ik naar de hemel ging. Ik wist het niet. Ik zag allemaal bussen met heel aparte figuren zag ik binnenkomen. En in het begin was dit niet goed en dat niet goed. En ik zag nog een paar dingen die niet konden. Technisch, muziektechnisch van het orgel. Daar heb ik nog in overleg met de heer. Het was toen nog meneer Breuker. Aan de hand werd het Willem. Dat praatte een stuk makkelijker. Dus ik zeg, dan mag je me ook André noemen. Daar was ik erg blij om, hoor. Ja, dat was in ieder geval. Ik wist het totaal niet, want ik was totaal niet op de hoogte van wat er eigenlijk boven mijn hoofd stond. Eigenlijk was dat wel goed. Ik geloof dat Willem Breuker daar zelf ook wel enorm schrik mee had.